Welkom bij de Extreme Cloud IQ webinar. Nou, de missie van Extreme voor de Cloud IQ is om de eerste in de industrie te zijn die een cloud-driven end-to-end enterprise netwerk heeft. En we gaan over alle aspecten die dat in zich heeft tijdens deze presentatie. We gaan kijken naar wat is de pilot, hoe is de cloud opgebouwd, welke producten kunnen jullie erin verwachten, hoe kan deze gedeployed worden en wat zijn de functionaliteiten die het allemaal met zich meebrengt. Als eerste kijken we even naar wat de cloud aan zich is en hoe dat tot stand is gekomen, want er is een grote transitie geweest de afgelopen jaren. En de Cloud IQ onderscheidt zich daarin omdat het bijna de vierde generatie cloud is. Als we naar de markt kijken van de cloud, dan is dat een enorm groot aandeel. En we zien dat steeds meer en meer bedrijven de stap naar de cloud maken. En dus ook verwachten dat de vendoren dat doen, de leveranciers. Hier zien we dus een aantal getallen en dat zegt wel iets over de grootte die de cloud met zich meebrengt. Er is ontzettend veel data die gemoeid is met de cloud. En we gaan straks ook even kijken naar hoe doet Cloud IQ dat? Welke data wordt er verzameld? Waarom wordt dat gedaan? En wat zijn de meerwaarden van het verzamelen van al die data? Ja, we zien een andere trend en dat is natuurlijk dat het moeilijk is om goed IT-personeel te krijgen en de voordelen die de cloud daarin biedt en de kracht die dat met zich meebrengt. Daarnaast zien we dat er steeds meer en meer cybercriminelen zijn en dat je daar dus ook tegen moet beschermen en hoe dat tot z'n recht komt. En daarom is security een heel belangrijk onderdeel daarvan. En we zien ook een stukje van, ja, wat kan de cloud bieden buiten de standaard IT-functionaliteiten? En hoe kan je dat dan gebruiken om ook marketingtechnisch en organisatorisch te benutten? De belangrijke punten die de cloud met zich meebrengt, zijn natuurlijk een stukje vereenvoudigen van ja, het managen en het voorzien van de juiste configuratie. Het biedt een enorme hoeveelheid aan snelheid en ja, continuïteit. En dit kan natuurlijk alleen maar bereikt worden door ja, een stukje value add vanuit de partners en de techniek die er allemaal op integreert. Een ander voordeel van de derde generatie cloud is dat het een stuk machine learning en artificial intelligence bevat. En dit zijn ja, natuurlijk best wel buzzwords en je zal zo dadelijk ook zien van waarom dit belangrijk is om toch aandacht aan te besteden en te gebruiken. Een ander groot voordeel is dat het zeer schaalbaar is. Multitenant mogelijkheden en je kan dus blijven uitbreiden. En op die manier betekent dat je dus niet in één keer hele netwerk hoeft te vervangen, maar dat je ook heel stapgewijs kan groeien tot een volledige cloud infrastructuur. En uiteraard het belangrijke aspect, zoals net ook al genoemd, de security. Hoe beveiligen we het en hoe houden we ook, ondanks dat het schaalt, de beveiliging optimaal? Nou, uiteindelijk, als we kijken in de markt, dan zien we dat eigenlijk iedereen wel een cloud-oplossing biedt. Tenminste, dat is wat er verteld wordt. Maar kijken we dan naar de natuur en hoe dat in elkaar zit, dan zien we dat er eigenlijk heel veel verschillende soorten wolken zijn, clouds. En is een heel groot schaal aan mogelijkheden. En zo is het eigenlijk ook in de techniek. We zien dus dat, ondanks dat iedereen het cloud noemt en een cloud propositie heeft, dat er verschillende generaties van ontwikkeling in zijn. En waar we hier als eerste even gaan kijken, zijn wat zijn de verschillende ontwikkelingen die er zijn gemaakt en de stappen die er zijn doorlopen. En ja, afhankelijk van welke deployments jullie misschien nu al in het veld hebben, kan het zijn dat het misschien een goed idee is om te upgraden naar de nieuwste versie. Oh, snel. De eerste generatie cloud. Nou, dat is eigenlijk
Ja, wat we normaal gesproken on-prem, een virtuele omgeving hebben, als we die in een datacenter plaatsen bij iemand anders, dan is dat een single tenant, gevirtualiseerd, en dan noemen we dat cloud. Dus ja, het is eigenlijk niks anders dan het doosje wat voorheen on-prem was, verplaatst naar een datacenter. Bij de tweede generatie, ja, het schaalt natuurlijk niet lekker zo'n los doosje. Dus er moet gekeken worden naar hoe kunnen we dat beter beveiligen. Wat kunnen we nog meer met de data doen die erin staat. En werd er gekeken naar, kan het multi-tenant en kunnen we het ja, flexibeler maken. Dus dit was echt wel een andere architectuur en opbouw. En dat gaf dus een heel ander gedrag. Omdat de architectuur anders is geworden, is er een mogelijkheid ontstaan om naar de derde generatie cloud te gaan. Bij de derde generatie cloud is er machine learning en artificial intelligence geïntroduceerd. Een ander groot voordeel is dat het naar serverless gegaan is. Maar wat betekent dat allemaal? Het belangrijkste is bij machine learning dat de data geanalyseerd wordt. Op het moment dat je grote hoeveelheden data hebt, en je gaat daar naar kijken, dan kan je daar patronen in gaan herkennen. En machine learning maakt dat inzichtelijk. Artificial intelligence, dat is dan de vervolgstap. Dus op het moment dat we die data inzichtelijk hebben voor onszelf, kunnen we natuurlijk ook de acties op uitzetten. En de artificial intelligence is dus eigenlijk op het moment dat we die data hebben, automatisch stappen zetten. Dus mocht er een probleem ontstaan in het netwerk, dat er ook een remedie is. En op het moment dat we dan kijken naar hoe Cloud IQ dat op dit moment doet, is dat hij aangeeft dat er een probleem is. Echter is dat een onszelfde handeling om dat te herstellen. De volgende stap die daaraan zit te komen, dat is naar de generatie 4 van de cloud. En bij de vierde generatie, dan gaat de cloud zelf stappen ondernemen. Dus dan geef je hem toestemming om op het moment dat hij bijzonderheden detecteert, misschien dat er een probleem is met een instelling, om dat zelf te herstellen. Een ander heel belangrijk punt is, er staat onderaan 11 nines, data durability. Dit betekent eigenlijk niks anders dan dat de uptime 11 negens achter de komma is. Dus 99,999 enzovoort. Dus eigenlijk is er geen downtime meer. En dit is alleen maar mogelijk omdat het allemaal containerized microservices zijn. Dit betekent dat alle processen die er afzonderlijk in zitten, flexibel opschalen, afschalen, maar ook dus geüpdate kunnen worden van configuraties en software, zonder dat dit impact heeft op het netwerk. Een ander groot voordeel dat dit met zich meebrengt, is dat op het moment dat er ergens extra kracht nodig is, rekenkracht, performance, in een specifiek onderdeel, dat de extra van de microservices automatisch opgestart worden en kunnen draaien. Zodoende is er nooit een snelheidsverlies, ondanks dat de cloud dus kan schalen. Dus ook al is het een zeer groot enterprise netwerk, alleen als we naar de derde en vierde generatie cloud kijken, zien we dat daar een stukje containerizing en microservices is. Dit geeft de flexibiliteit om te schalen en naar optimale snelheid te bereiken. En dit is natuurlijk allemaal mooi, maar wat betekent dit nou in de praktijk en hoe gebruik je dit? Nou, het is natuurlijk wel bekend dat je verschillende delen van de infrastructuur hebt. Dus we kunnen het hebben over de edge, waar we de access points en de switches hebben waar men verbinding op maakt. We kunnen kijken naar de campus, dat is dus eigenlijk de backbone van de verschillende locaties. Wat staat daar? En we kunnen kijken naar het datacenter, waar komt het allemaal samen? En eigenlijk is het mooie van de Cloud IQ dat al die verschillende aspecten die Extreme Networks levert, samenkomen in één infrastructuur. En vanaf daar op één centrale plek gemanaged kunnen worden. Zoals ik net al aangaf, is het essentieel dat de security en de flexibiliteit op orde is. En dat betekent dus ook dat dit allemaal kan samenwerken met de verschillende security oplossingen. En dat kan blijven communiceren. Dus neem een Network Access Control oplossing, zoals bijvoorbeeld A3, waar we straks nog even op terugkomen.
Die kan ook weer informatie leveren aan de Cloud IQ, welke op zijn beurt dit weer kan terugprovisionen naar bijvoorbeeld een access point. Dus dit is echt een centrale hub waar u alles centraal in kan managen. Dus er zijn een aantal verschillende onderdelen en segmenten. We hebben de switches, de access points, maar uiteraard ook de datacenter routers. En de verschillende management en insights en analytics. Een derde punt recht bovenaan is security en access control. Dat zijn de network access control oplossingen. Zoals Extreme Control en H3. Nou, ik heb al een beetje verteld van wat kan het en wat doet het. Maar hoe is het dan opgebouwd en waar staat die data dan en hoe beschermen we dat dan? Nou, zoals ik al zei, het is volledig cloud-based. Het maakt gebruik van API's en op die manier kan het dus koppelen aan verschillende infrastructuren en opzetten. Het is een big data platform en dat betekent dus dat er enorm veel data in rondgaat. En het is natuurlijk belangrijk dat die data beschermd wordt. Dus dat er geen breaches zijn, maar ook dat het volledig compliant is aan bijvoorbeeld GDPR. Ten eerste is het niet gebonden aan één specifieke provider. Een groot deel draait historisch gezien in Amazon Web Services. Maar als we bijvoorbeeld naar de retail kijken, dan is het belangrijk dat die data niet bij een concurrent staat. Want uiteindelijk is Amazon een concurrent. Zodoende is er voor de retail gekozen op het moment dat je kiest om een retail environment in te richten, om die te plaatsen in de Google Cloud. Echter is het uiteraard ook mogelijk om het in Azure te plaatsen. Hier komen we straks nog even op terug tijdens de demonstratie. Maar op het moment dat we dan kijken naar een stukje redundancy en hoe is dat dan ingericht. De derde generatie cloud die is verdeeld over een aantal datacenters. We draaien verschillende resources, microservices en daar heb je dus twee typen in. We hebben de global datacenter en we hebben de regional datacenter. Op het moment dat we kijken naar de Global Data Center, dan heeft die een hele belangrijke taak. En dat is het managen van de verschillende accounts die er zijn. En waar je als admin inlogt om het beheer uit te voeren. Daarnaast zijn de firmware images voor de verschillende hardware zijn daar opgeslagen en kunnen daar opgehaald worden door devices. Kijken we naar de verschillende regionale datacenters, dan is dat waar het klant zijn netwerk draait. En hier zit dus een stukje isolatie. En zoals je ook op het overzicht kan zien, dat de customers die hangen dus in het regionale datacenter. Die hebben daarna daar allemaal een aparte container waar ze geïsoleerd in draaien. Op die manier is het volledig afgescheiden. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk dat het één dicht bij de klant staat om te voorkomen dat je natuurlijk latency kan ervaren. Dus zo'n flexibel mogelijk en snel mogelijk verbinding. En zo zie je dat er wereldwijd een heel veel datacenters zijn. Nou, een belangrijke waar we vanuit Nederland en België veel gebruik van maken is Dublin. En dat wordt in de URL ook aangeduid met IE van Ireland. Op het moment dat je inlogt kun je ook zien in welk datacenter je zit. En zoals ik al aangaf, is het belangrijk dat er genoeg uptime is en dat er eigenlijk geen downtime meer bestaat. Dus ja, het is natuurlijk afhankelijk van de cloud voor verschillende functionaliteiten in de zin van het managen en configureren. Echter draait alles op de fysieke devices zelf. En dat betekent dat op het moment dat de cloud niet beschikbaar is om wat voor reden, denk bijvoorbeeld aan een storing aan de WAN-verbinding, dan kan het netwerk nog steeds autonoom doordraaien. Wat u dan bijvoorbeeld verliest is een stukje monitoring op dat moment. Al wordt u natuurlijk uiteraard wel gealert van het feit dat die verbinding even wegvalt. En al die verschillende tooling en de backups, dat zit dus allemaal in de cloud. Nou, waar Extreme zeer trots op is, en ik denk dat dat zeker terecht is, dat ze volledig ISO 27001 zijn. En dat zie je bij meer vendoren dat ze dat roepen.
Echt is het grote verschil dat niet alleen het datacenter waar ze in staat 27.000 eens, maar de hele software en alle supportteams daaromheen en de developers, die zijn ook gecertificeerd. En daarom staat het certificaat ook in iedere Cloud IQ. En kunt u daar gewoon op vragen. Dat zal ik zo dadelijk ook laten zien. Een ander belangrijk aspect is dat ze GDPR compliant zijn. Dus alle data die staat binnen de EU. Op het moment dat u een account heeft hier. En op het moment dat iemand wilt weten welke data is bekend van diegene. Dan kan daar met één druk op de knop een rapport van gedraaid worden. En op het moment dat iemand vergeten wilt worden, is dat met een andere knop ook met één druk te doen. En uiteraard wordt dit gewoon netjes gelogd welke administrator deze handeling heeft uitgevoerd. Nou, wat zijn dan een paar belangrijke dingen voor de security? Nou, al deze dingen die worden verzorgd door Extreme om te zorgen dat de cloud optimaal beschermd is. Dus er staat een uitgebreide firewall voor. En tegen alle andere risico's zijn ze ook beschermd door de verschillende lagen. En aanvullend is er vanuit de Amazon provider voor de Amazon datacenters en hetzelfde geldt voor de Google en Microsoft datacenters ook nog de nodige beveiliging. Maar mocht u zeggen ik wil helemaal geïsoleerd zijn en dit is eigenlijk alleen maar relevant voor MSP. Dan is er ook nog een mogelijkheid om een volledig private datacenter in te laten richten door Extreme. Dus dit is iets anders dan de on-prem variant dat u lokaal iets host. Dit is echt een volwaardig datacenter met een volwaardige functionaliteit. Mocht u hier specifiek interesse in hebben, kunt u contact met mij opnemen. Dan kan ik u daar verder bij helpen. Aan het einde van de presentatie zijn mijn contactgegevens. Wat heeft de Cloud IQ nog meer voor flexibiliteit? Dat is dat het op verschillende plekken gehost kan worden. Dus wat we nu zagen, dat waren allemaal de public cloud oplossingen en een klein stukje private cloud. Echter is er ook de vrijheid om te zeggen, ik wil iets lokaal hosten, on-prem en ik wil het heel nog ja, voor mezelf hebben in mijn eigen beheer. Ook dat wordt geboden. En dat wordt door middel van de local cloud geboden. Dit is een virtuele host die u zelf kan deployen. Hier zitten wel wat meer limitaties aan en wordt lang niet zo vaak geüpdate als de cloud. Op het moment dat we naar de cloud kijken, dan is de belangrijkste versie de pilot. En daar ga ik even verder op inzoomen. We gaan nu een aantal dia's zien met de verschillende functionaliteiten van pilot. En later zal ik ook nog even een demo geven van de fysieke omgeving. Hoe ziet dat er dan uit? Zoals ik al aangaf, zijn belangrijke aspecten machine learning en artificial intelligence. Op die manier heeft u volledig zichtbaarheid in uw netwerk. Welk verkeer gaat er door? Maar ook welke users zijn er aanwezig? Welke devices gebruiken de users, welke appliances, wat is allemaal gaande. Dat kunnen we doen door middel van verschillende monitoren en dashboards. Uiteindelijk, omdat de mogelijkheid er is om zoveel data te verzamelen in de cloud, uiteraard is er ook gewoon een opt-out en kunt u aangeven dat u niet uw data wilt delen met Extreme. Krijgt ze steeds meer inzicht en kan er ook steeds meer geleerd over bepaalde gedragingen. En kunnen we ook op het moment dat er ergens een probleem zich voordoet, gelijk diezelfde oplossing toepassen in alle netwerken. En op die manier ja, wordt het automatisch steeds beter. Nou, er zijn wat standaard overviews met verschillende tabbladen, welke ik zo dadelijk verder ga laten zien. Er is een uitgebreid planbord waar u verschillende designs in kan doen. En ook de flexibiliteit heeft om inzicht te krijgen in het netwerk op basis van de verschillende plattegronden. Er zit sinds kort een nieuwe functionaliteit in die de topologie laat zien van het netwerk. Dus de access points, switches, routers en dergelijke, die leren zelf wat met wat verbonden is. En geven op die manier inzicht in hoe de fysieke verbindingen lopen. Maar die kunnen ook die verbindingen blijven monitoren en aangeven als daar zich een probleem voordoet.
Het is heel eenvoudig om een access point switch of ander device te onboarden. Dus er zit een eenvoudige wizard in, waar je zowel individuele devices of in één keer een volledige lijst aan devices kan toevoegen. Configuratie is ook recht toe recht aan, maar in iedere stap die u daarin zet, heeft u de mogelijkheid om naar eigen inzicht alles te fine-tunen en te optimaliseren voor uw netwerk. Dus het is naast dat het eenvoudig is om te configureren, ook zeer uitgebreid en daardoor een van de meest krachtige netwerken die er zijn. En uiteraard hebben we gewoon het managen van de devices die in het netwerk hangen. Al deze aspecten die kunnen ook gezamenlijk gevisualiseerd worden in de Client 360 overview. En in het Client 360 overview, waar ik zo dadelijk nog wat meer ga laten zien in de demo, daar kun je dus helemaal inzoomen voor specifieke clients en zien wat hun gedragingen zijn, hoe ze zich in het netwerk bewogen hebben, of ze geroomd zijn of niet, of dat allemaal naar behoren heeft gewerkt. Met de client monitor kan je dan ook nog een individuele client troubleshooten en zien ja, wat is er gaande, wat is er aan de hand en wat moet er gebeuren om dat te herstellen. Hetzelfde kan voor de rest van het netwerk gezegd worden. Dus op het moment dat de access point en de switch ergens een configuratiefout hebben, dan kunnen ze dat ook weergeven in een netwerk 360. Daarnaast geven ze weer welke onderdelen in het netwerk allemaal aanwezig zijn. Denk aan een domain name server of een tijdserver of misschien een radius voor de beveiliging. En dan is een stukje comparative analytics. Dus hoe gedraagt een netwerk zich ten opzichte van vergelijkbare netwerken? Uiteraard kunt u hier ook van opt-out kiezen. Maar op het moment dat u dit aan heeft staan, dan kunt u inzicht krijgen in hoe doet een vergelijkbare retailomgeving het. Hebben die dezelfde problemen of niet? En wat zijn de oplossingen die daar zijn? En op die manier kunt u steeds meer inzicht krijgen in uw netwerk en het meer optimaliseren voor uw specifieke behoeften. En uiteindelijk krijgen we dan een stukje telemetrie, we krijgen een stukje inzicht in wat is er allemaal gaande. En dit is allemaal door middel van de API's ook aan te spreken. Dus op het moment dat u de behoefte heeft om deze informatie in een ander systeem te gieten en daar meer interactie mee aan te gaan, dan is dat geheel naar eigen wens in te vullen. Zoals ik net al aangeef, biedt Extreme ook NAC-oplossingen aan, zoals bijvoorbeeld A3. Dus wilt u naast de hardware om alle verbindingen te hebben, ook de software hebben om die hele infrastructuur te beveiligen en bepaalde compliance af te dwingen van de devices die geonboard worden, kunt u dat onder andere met A3 doen. En het voordeel van A3 is dat deze volledig integreert met de Cloud IQ, en dus ook vanuit de cloud te managen is. Een andere makkelijke functionaliteit is dat er een zoekbalk zit in de Cloud IQ, waarmee u in één keer door de hele omgeving kan zoeken naar specifieke dingen. Dus bent u op zoek naar een specifieke medewerker met een specifiek probleem, hoeft u daar alleen maar die naam in te typen en de Cloud IQ geeft u de mogelijkheid om te kiezen om daar verder op in te zoomen. In de nabije toekomst verwachten we de Copilot. En de Copilot, de naam zegt het al een beetje, die is een uitbreiding op de basispilot, waarbij de Cloud IQ meer suggesties zal doen en adviezen geeft omtrent het optimaliseren van de omgeving. Dus ja, door alle machine learning en artificial intelligence heeft Extreme die unieke mogelijkheid om daar u te ondersteunen in het managen van de omgeving. De vervolgstap daarop is de autopilot. Die zit wat verder in de pipeline, waarbij u eigenlijk het netwerk de opdracht geeft van zorg maar dat het optimaal werkt. En daarbij zal de Cloud IQ eigenlijk alle taken overnemen. Dan hoeft u nog maar een paar parameters in te geven en wordt de rest van het netwerk voor u gemanaged. Nou, wat zijn dan de additional features die in de Cloud IQ zitten?
een aantal unieke mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de private pre-shared key. De private pre-shared key geeft u de mogelijkheid om per device een apart wachtwoord aan te maken. Terwijl voor een device het lijkt alsof het gewoon een basisnetwerk is. Dus niet een complex netwerk zoals een radius met certificaten, maar gewoon een individuele key. En dit heeft als voordeel dat alle IoT-devices hier ook mee overweg gaan. Dus neem bijvoorbeeld een thermostaat of een printer of zonnepanelen die verbonden moeten worden met het netwerk. En u wilt natuurlijk niet dat de zonnepanelen zomaar bij uw mailserver kunnen. Tja, je hebt daar niks te zoeken. Dus om dat te beveiligen, kunt u binnen de private pre-shared key ook verschillende groepen aanmaken en daar voorwaarden aan stellen. Op die manier is deze omgeving heel flexibel en optimaal te beveiligen. Wilt u nog meer isolatie toevoegen, dan is een private client groups mogelijk. Private client groups is bedoeld voor zorgtehuizen of andere locaties waar vaak individuele bewoners of individuele gebruikers zijn. Wat we steeds meer zien zijn verzamelkantoren, waarbij afzonderlijke ruimtes verhuurd worden aan verschillende bedrijven. En met de private client groups kunt u iedere ruimte of meerdere ruimtes gezamenlijk isoleren tot een privéomgeving. En wel de vrijheid hebben om te blijven roamen door het hele pand en wordt uw verkeer automatisch teruggetunneld. Ook dit is een feature van de pilot. Nou, zoals al een aantal keer aangegeven, zijn er overal APIs voor beschikbaar. En hier kunnen we u ook helemaal mee helpen om dat optimaal in te richten. En dat geeft u de mogelijkheid om een stukje monitor te doen op de locatie van verschillende assets. Een stukje identity management en integratie met guest onboarding mogelijkheden. Maar u kunt ook verschillende configuraties automatiseren op die manier met uw eigen systemen. Een andere functionaliteit is op het moment dat u kiest voor de XR-routerlijn, dan SD-WAN te integreren, waarbij u een centrale VPN gateway heeft en de verschillende branch offices kan connecten aan de centrale omgeving. Dan zult u zich waarschijnlijk afvragen van, ja, branch offices, waar zouden we dat voor nodig hebben? Nou, in de huidige wereld van COVID is het natuurlijk gebruikelijk dat men thuis is gaan werken. Echter moet men nog steeds een verbinding hebben die betrouwbaar is en snel is, maar zeker ook beveiligd met het kantoor. En daar kunt u SD-WAN ook voor inzetten, waarbij u dus een zeer klein device plaatst bij een medewerker thuis. En deze gebruikt wordt voor de verbinding met het kantoor. En daar heeft SD-WAN echt wel een unieke eigenschap om dat optimaal te beveiligen en te isoleren. Met de overgang van Aerohive naar Extreme zijn er wat veranderingen geweest in de opbouw van de verschillende licenties. Zodoende wil ik daar ook graag nog even aandacht aan geven. Op het moment dat we de verschillende omgevingen hebben, dan kunnen we het hebben over de public cloud. Maar zeker ook voor de omgeving die lokaal staat, dan is daar de mogelijkheid om een subscription te hebben. Voor de on-prem variant, de lokale omgeving, bestond ook de mogelijkheid voor een perpetual license. En hier ziet u een aantal voorbeelden daarvan. Dus we hebben de XIQ, dus de Extreme Cloud IQ omgeving. En PIL staat voor de pilot subscription. In de cloud, dat is de C. En EW, dat is Extreme Works, waarbij Extreme zelf alle support levert en de PWP staat voor Partner Works Plus. Partner Works Plus is dat u samen met ons zelf de support regelt en dus ook alle relaties met uw klant behoudt. Aanvullend zijn er verschillende maintenance numbers en maintenance parts en die zal ik zo dadelijk even verder toelichten. Nou, hoe ziet die transitie eruit? Het is de Amerikaanse notitie, dus sinds 6 april 2020 zijn de SKU's omgezet naar Extreme. Dus waar u voorheen een access point, zoals bijvoorbeeld de AP250 had in dit voorbeeld, met een select licentie voor 5 jaar of een renewal,
Dan zult u zien dat u nu een Cloud IQ Device Support Management licentie nodig heeft. En aanvullend de subscription op het device. Dus dat is de 97004-AH-AP-250. En die zorgt voor de support op het specifieke device. Prijstechnisch maakt deze verandering niet heel veel verschil. Mijn collega's van sales kunnen u voorzien van alle prijzing. Echter biedt dit een stukje flexibiliteit in het niveau van support dat u wenst. Dus u kunt verschillende gradaties afsluiten. En dat ziet u dus ook bij de PartnerWorks Plus subscription. En hoe die is opgedeeld ga ik in de volgende slides verder uitbreiden. Nou, eerst even terug van wat is dan ExtremeWorks, de EW en de PartnerWorks Plus. Bij de ExtremeWorks, daar ziet u eigenlijk in het overzicht heel duidelijk dat de support door Extreme Networks wordt geleverd. In sommige specifieke klantcases kan dat een vereiste zijn, dat de klant rechtstreeks met de vendor wil kunnen schakelen. Dus die mogelijkheid heeft u. Echter is er een andere mogelijkheid en ik denk dat daar een hele belangrijke rol van u als partner en ons als distributeur ligt. En dat is de support naar de end-user toe. Dus zorgen dat die optimaal en lokaal een contact heeft waar die mee kan schakelen. En die de klant ook echt volledig kent. En dat is een groot voordeel van de PartnerWorks Plus, is dat er veel kortere en directere lijntjes zijn met de klant zelf. Maar welke smaken biedt dat dan? Waar we dus voorheen niet losse SKUs hadden voor de support op een device, zijn er nu SKUs die je moet afsluiten. En dit zijn de service codes die daarbij horen. Dus onze sales collega's die kunnen u volledig helpen met de juiste kitlist opstellen en zorgen dat u niks vergeet. Maar de service codes die er zijn en de keuzes die daarbij horen zijn dus de volgende. De eerste is software, dus dit is eigenlijk support op de perpetual licenses. Dat zeg ik verkeerd, dat is de tweede. De eerste is de software en tak op de device. Dus laat ik het goed zeggen, dus dit is de operation software, dus de firmware updates en upgrades. En de derde lijn support bij Extreme, dus mochten we om wat voor reden niet uitkomen, denk aan een bug in de firmware, dat we kunnen opschalen naar Extreme. De 95603 is de aanvullende support licentie voor perpetual licenses. Dus mocht u een perpetual license voor een lokale omgeving hebben, dan heeft u daar ook support bij nodig. En dit is dus de software support die daarbij hoort. Een andere mogelijkheid is een elevated RMA, een aanvullende warranty. En dat is de 95601. En die zorgt dat er een extra SLA zit op de, het vervangen van een hardware nadat die defect is. Dus op het moment dat het device wordt opgestuurd, dat er altijd binnen 10 dagen een nieuw device ligt. Omdat Waas Capadata ook zelf hardware op voorraad hebben, kunnen wij u daar ook mee ondersteunen. Een andere mogelijkheid is 95604. En die zorgt voor Next Business Day Advanced Hardware Replacement. Wat betekent dat u het device nog niet hoeft op te sturen, maar dat er al een nieuwe wordt afgestuurd rechtstreeks naar de locatie. Dus dit betekent dat de volgende werkdag bij de klant op locatie al een nieuwe hardware device ligt. Nou, hoe ziet dan een kitlist eruit als we al deze complexe extra SKUs tegenkomen? Maar eigenlijk is het best eenvoudig. Als we kijken naar de public cloud, dus de eerste kolom, dan hebben we daar nodig een licentie om gebruik te mogen maken van alle functionaliteit in de cloud. Dus alle extra inzichten, services en noem maar op. En dat is gewoon de Cloud IQ Pilot Subscription. En die kan uiteraard in PartnerWorks Plus model afgenomen worden. Stel we willen in die cloud dan een switch hebben. Dan hebben we dus één keer de licentie voor de cloud nodig. We gaan één device managen.
Mocht u meerdere devices willen managen, dan kunt u die verhogen. En het maakt voor de licentie van de cloud niet uit welk type device het is die je managt. Nou, in dit voorbeeld is het dus de X435 24 port switch. En op die switch hebben we dan een extra licentie nodig om een bepaald support af te sluiten voor die specifieke switch. Dus in dit voorbeeld, en dan klik ik even een plaatje terug, is er dus gekozen voor software en tech. Dit betekent dat u recht heeft om de firmware die op de specifieke switch draait te mogen updaten en upgraden. En op die manier helemaal up-to-date te zijn. Mocht u zeggen van ik wil niet in de publieke cloud en ik heb een lokale on-prem oplossing, dus de local cloud. Dan kunt u kiezen voor de XIQ Pilot Subscription On-Prem PartnerWorks Plus. Die heeft u één keer nodig per device. Dus heeft u meerdere devices, heeft u meerdere keer nodig. Om de allereerste keer die te installeren is de download nodig van die virtuele omgeving. Dus dat is de XIQ Pilot Virtual Appliance Download Link. Dat is dus de tweede die in het lijstje staat. En uiteraard heeft u natuurlijk ook devices nodig. Dus in dit voorbeeld is dat de AP510C in de FCC. Nou, ook hier kan weer voor die specifieke AP support afgesloten worden. En ook hier is dat de 95600 voor de AP150C. 510C, correctie. En ja, zoals u ziet is deze opsomming eigenlijk niet heel veel complexer dan dat was. Echter moet er even een specifieke keuze gemaakt worden, want er is meer keuzevrijheid in de mogelijkheden die u kunt kiezen. Uiteraard kunnen we u hier helemaal mee helpen. Dus als u even contact neemt met onze salesafdeling of met een van de pre-sales medewerkers, dan zorgen wij dat de kitlist volledig compleet is voor de specifieke use case. De laatste overzicht hier is de Pilot Perpetual License. Dus heeft u een Perpetual License, dan heeft u op die Perpetual License support nodig. Dus dat is de afwijkende 95603. Dat is de specifieke support op software. Ook hier heeft u weer eenmalig de download nodig, mocht u de omgeving nog niet hebben. Uiteraard bij uitbreiding heeft u die niet meer nodig. En in dit voorbeeld is het een AP250. En ook hier heeft u dan weer bovenop de AP een warranty nodig. En dan komen we natuurlijk bij het leukste stukje en dat is een stukje live demo. Dus op het moment dat ik inlog in de omgeving, dan ben ik hier ingelogd in een educatie demo account van Extreme. Dan ziet u dat dit de virtuele omgeving bij Extreme zelf is. Ik zal daar nog even laten zien hoe een andere omgeving uitziet. En op het moment dat ik daar inlog, dan vindt u daar verschillende devices. Daarnaast hebben we een stukje configuratie met verschillende netwerkpolicies. En we hebben de cloud views. Nou, als eerste kijken we even naar de cloud view. En dit is dus alle data die door alle omgevingen van Extreme heen gaat. Dus zoveel 6, nog een beetje petabytes aan traffic wordt er afgehandeld door Extreme hardware. Nou, als we dat dan afzetten naar de verschillende tijdvlakken, dan zien we dat dat niet heel ongebruikelijk is om zeer veel data af te handelen. Nou, dit is een overzichtje van de density van de verschillende locaties. En zoals u ziet is het in de US en in Europa goed vertegenwoordigd. Nou, de hoeveelheid clients die actief zijn, zijn dus meer dan 1 miljoen clients. En er zijn meer dan 2 miljoen actieve clients per dag. Met meer dan 4,7 biljoen events per dag is natuurlijk een hele hoop data waar Extreme inzicht in heeft. En daardoor kunnen ze dus optimaal adviseren. Door middel van de machine learning en de artificial intelligence. Nou,
zijn bijna 100.000 verschillende virtuele Cloud IQ's. Dus dit zijn de verschillende individuele instances. Zoals u eerder heeft kunnen zien, is het dus per klant. Met ja, meer dan bijna 800.000 managed devices. Dus het zijn de verschillende hardware devices. Denk aan access points, switches en routers. Nou, we hebben het eerder gehad over de private pre-shared keys. Dus dat zijn de unieke keys per specifieke end-user die geen gebruik maakt van Radius. Dus ook daar zijn er een kleine miljoen van. En zo kunt u dus zien dat er heel veel informatie in die cloud zit. En die zorgt dat de Cloud IQ heel flexibel dingen kan doen en kan adviseren met hun machine learning. We weten bijvoorbeeld ook van wat voor type devices worden gebruikt. Dus denk aan, is het een Apple of een Android? En hoe gedragen die devices zich en welke instellingen passen het best bij dat type device? Nou, dan willen we natuurlijk zien van dat netwerk, ja, is leuk, wat doet Extreme wereldwijd? Maar hoe ziet ons netwerk eruit? Nou, en daarvoor gaan we naar de Network 360 Monitor. Dus ik ga naar Machine Learning Insights. Dus dit is alle data die er is. En als ik dan naar een specifieke school toe ga, dan kan ik daar zien van ja, hoe is die school dan ingericht en opgedeeld. En wat is de topologie die daarbij hoort. Dus we hebben hier een plattegrond van een schoolgebouw met drie AP's. En als ik dan op topologie druk, dan kan ik dus zien van hoe zijn die verbonden. Dus we zien hier dat de drie AP's verbonden zijn met één switch. En hier kan ik dus precies op zien wat er gaande is. Nou, zoals we allemaal weten zijn de scholen op dit moment eigenlijk niet in gebruik. Dus op dit moment zijn er maar twee gebruikers op één access point aanwezig. Twee devices. En op het moment dat ik dan wil zien van hoe doet het netwerk het dan? Dan kunnen we naar een network scorecard gaan en dan kunnen we inzicht hebben in van hoe gaat het met de omgeving? Gaat het allemaal goed? Zijn er problemen? En stel dat ik wil weten van, nou, ik zie dat de client health niet zo hoog is op het moment, terwijl die afgelopen dagen eigenlijk best wel goed was. Wat is er aan de hand? Nou, daarvoor kunnen we terug naar de Network 360 Monitor. En dan kunt u gaan naar de clients. Dus hier bovenaan vindt u de verschillende clients. Als ik daarop klik, dan kan ik tot 30 dagen terug in de tijd alle informatie zien van alle clients. Hoe hebben ze zich gedragen? Zijn er clients op specifieke kanalen of zijn er andere interferenties in de lucht? Gaat alles naar behoren? Werkt alles goed? Een ander groot voordeel is dat we hier bijvoorbeeld ook de services kunnen zien. Dus de DSP-server, werkt hij naar behoren? Is die altijd beschikbaar? Hoe lang doet hij erover om te reageren? Gaat dat allemaal goed? Dus we kunnen op die manier ook de DSP-server monitoren vanuit de access points en switches, ondanks dat die niet door Extreme gefaciliteerd zijn. We kunnen het ook voor het wifi-gedeelte doen, voor de switches, voor de routers. En kunnen er steeds dieper op ingaan. Dit is natuurlijk nog high over. En op het moment dat er verschillende individuele clients zijn die een probleem ervaren, dan wilt u natuurlijk ook daarop acteren. Nou, dat kunt u doen door naar specifieke clients te gaan, of zoals ik eerder meldde, gebruik te maken van de zoekbalk. En dan kunt u naar een specifieke gebruiker klikken en daar kunt u dan aanklikken en zien wat er allemaal gaande is. Dus op die manier krijgt u in één keer inzicht in ja, een specifieke gebruiker en hoe die de afgelopen 24 uur of tot 30 dagen geleden gebruik heeft gemaakt van het netwerk. Maar ook waar die in het pand allemaal is geweest. En dit is natuurlijk heel belangrijk, want op het moment dat iemand een melding maakt van een probleem, dan is dat meestal niet op het moment dat het probleem zich ad hoc voordoet. Vaak is het van, ik had vanochtend een probleem of ik had gisteren een probleem. Op deze manier kunt u dus heel eenvoudig teruggaan in de tijd naar het specifieke moment dat het probleem optrad.
en zien wat was er allemaal gaande. Wat ging er wel goed, wat ging er niet goed in het netwerk. Dus ook de stappen die de extreme hardware niet zelf verzorgt, maar die verder in het netwerk zitten. Daar zijn de access points en switches zich bewust van. En die informatie delen ze dus met de cloud. En op die manier heeft u daar inzicht op. Datzelfde geldt voor de configuratie. Zoals ik al aangaf, is dat heel eenvoudig om doorheen te lopen. Dus op het moment dat we een configuratie nemen, dan zitten daar verschillende SSID's in. Dan kan ik daar specifieke access points in definiëren als type model. Ik kan de verschillende specifieke management interfaces en additional settings doen. En op het moment dat ik dat ingetypt heb, dan kan ik zeggen naar welke access points ik dat wil deployen. Dus dan kiest u de access points, drukt u op upload en dan kunt u de configuratie in één keer naar één of meerdere of alle access points sturen. Nou, dit geeft heel veel vrijheid en dit betekent ook dat op het moment dat u een nieuw access point toevoegt, u eigenlijk niks anders hoeft te doen dan een serienummer opgeven en zeggen welke configuratie moet u aannemen. En op het moment dat een access point online komt, dus u hoeft hem alleen maar te verbinden met de switch, dan regelt hij zichzelf in. En dat zorgt er dus voor dat u heel eenvoudig, heel snel en heel uitgebreid kunt opschalen. Dit is dan een voorbeeld van een school. Echter hebben we nog meer voorbeelden waar we ook kunnen zien dat de Extreme Cloud IQ voor specifieke toepassingen hele unieke dashboards heeft. De eerste dashboards die ze beschikbaar hebben gemaakt is voor de retail-omgeving. Dus ik krijg hierna een van de omgevingen waar ik adminrecht op heb en dat is de retail-demo-omgeving. En hier ziet u dat de URL veranderd is in Virtual Appliance, Google Cloud. Dus deze omgeving die draait niet in de Amazon-omgeving, maar in de Google Cloud en is daar geïsoleerd. En de reden dat dat natuurlijk belangrijk is, is dat een retailer vaak Amazon als een concurrent heeft en dus nooit die data daar wil positioneren. Nou, op het moment dat ik hier naar ML Insights ga, dan is hier een extra knop. Die knop is Retail Dashboard. En als we daarheen gaan, dan krijgen we twee extra dashboards die heel veel informatie geven over het netwerk. En hier zijn een aantal winkels van deze specifieke retailer. En nu zijn ze allemaal aangevinkt. En we weten allemaal dat op dit moment er weinig mensen aanwezig zijn. Dus totaal zijn er 80 bezoekers. Er zijn verschillende zones aangegeven in de kaart. Dus we kunnen ook zien waar een bezoeker zich bevindt in welke zone. Dus is die in de grocery afdeling? Of misschien is dit het warehouse of iets anders wat u kunt definiëren. Daarnaast ziet u hoe lang bezoekers aanwezig zijn. Dus hoe lang zijn die bezoekers specifiek binnen? En waar bevinden die bezoekers zich? En u wilt weten, zijn die bezoekers in het verleden er al geweest? Nou, deze informatie is voor de business view, dus voor de marketing en de sales manager relevant. Uiteraard willen we niet de IT vergeten en heeft IT ook een eigen dashboard waar die verschillende waarden per locatie, dus ik kan hier verschillende locaties selecteren en deselecteren, kan uitlezen en zien of alles naar behoren werkt. We zien ook wat mensen doen, dus waar maken ze verbinding mee, wat doen ze allemaal en waar gebruiken ze het netwerk voor? Dat kan betekenen dat u ziet dat Instagram misschien heel veel data verstookt en dat u niet de behoefte heeft om dat te gebruiken. Zodoende kunt u dat ook op de firewalls binnen de access points zelf wel uitzetten. Echter ga ik terug naar de business view, dan is het natuurlijk belangrijk om dit te zien van vandaag, van de afgelopen 24 uur. Maar men wil graag verder terugkijken. En het unieke met deze omgeving is dat u tot 13 maanden terug kan. Dus dat betekent dat u bijvoorbeeld na de kerstperiode kan zien hoe deze kerst was, maar ook de kerst van het jaar daarvoor. En dat met elkaar kan vergelijken. Nou, zoals u ziet is deze functie medio december uitgekomen. Zodoende is de data daarvoor niet beschikbaar. Maar op die manier kunt u dus heel specifiek informatie zien
daarin inzoomen en zien hoe die gedragingen er zijn. Nou, een ander voordeel is door middel van de API-koppeling kunt u al deze informatie eruit halen. En op die manier integreren in andere dashboards en andere omgevingen waar dat voor waarschijnlijk marketing relevanter is dan om in deze omgeving in te loggen. Dat is de live demo. Dan even terug samenvattend van waarom zou je moeten kiezen voor de Extreme Cloud IQ. Nou, zoals je ziet is het een derde generatie cloud, flexibel. Binnen no time zit het al op de vierde generatie. Een volledig cloud managed platform, dus zowel de access points tot en met de core in de hoofdvestiging of het datacenter is volledig te integreren in Extreme Cloud IQ. Er is een groot verschil tussen de andere aanboden op de markt. Dus de meeste zitten nog in de tweede generatie, waar dit echt een volwaardig derde en vierde generatie is. Zoals u heeft gezien zijn de licenties heel eenvoudig. En is het eenvoudig om een goede kitlist te maken. Nou, uiteraard kunnen we u daar volledig bij helpen. Extreme heeft zelf ook een supportafdeling. En wij als Capodata uiteraard ook. Dus u bent van alle kennis voorzien op die manier. En omdat er op de devices zelf de control plane aanwezig is, is die niet afhankelijk van de cloud om te blijven functioneren. Dat betekent dat de cloud alleen voor monitoring en configuratie wordt gebruikt. Dus mocht er even geen verbinding zijn, om wat voor reden dan ook, dan blijft het netwerk in ieder geval operationeel. Mocht u vragen hebben, dan zie ik ze graag in de chat tegemoet. Ik krijg de vraag binnen of ik de educatiedemo ook kan tonen. Op dit moment is de retail demo de enige waar een dedicated dashboard voor de retail in zit. En ik verwacht binnen een maand dat zo'n dashboard ook specifiek voor de educatie zal zijn. Dus wat u nu met de educatie kan doen, en dat zal ik nog even laten zien. Kijken. Is dat we bij de monitoring kunnen tracken waar bezoekers zijn geweest en waar mensen zijn geweest. Dus we kunnen zien wat de density is van de omgeving. Ik zal even switchen naar de educatieomgeving. Binnen de educatie is het vaak fijn om te weten waar bevinden de meeste gebruikers zich en hoe verplaatsen die zich door het pand heen. En waar hebben ze de behoefte aan de verbinding. En dat kunt u op de volgende manier onder andere zien. Dus we zien hier drie access points met twee clients verbonden hier. En op het moment dat ik de timelapse aanzet, dan ben ik heel benieuwd, ja, daar gaan ze. Dan ziet u dat de clients heen en weer hoppen en heen en weer bewegen. Op het moment dat u meerdere access points heeft, ziet u heel duidelijk waar bevinden de clients zich, waar maken ze gebruik van. Dus op die manier krijgt u inzicht. Dan is het natuurlijk net dit moment de weinige hoeveelheid clients die er zijn, dat we niet heel veel kunnen laten zien daarvan. Maar normaal gesproken zijn er niet twee clients, maar zijn er wel 100 tot een paar honderd clients aanwezig in de school. Dus dat is nu niet heel representatief. Dus dat is het stukje wat er op dit moment in zit en met een aantal weken verwacht ik dat uitgebreider. De volgende vraag. Met welke licentie support option kan men het dichtst in de buurt komen van de vroegere connect optie? Er bestaat nog steeds een Connect en de Connect is nog volledig beschikbaar. En dat is de freemium versie. Daar heeft u geen licentie in de Cloud IQ voor nodig. En daar heeft u basis connectivity. Dus die optie is er ook. Mocht u daar specifiek behoefte aan hebben, kunt u dat even aangeven bij onze sales. Dan helpen we u daar mee.
De volgende aanvullende vraag daarop is van hoe zit het dan met support bij Connect? Nou, op Connect zit er geen support op de Cloud IQ, maar u kunt wel individuele support op een specifiek device afnemen. Dus op het moment dat ik dan terugga naar het overzichtje die ik hier heb, dan heeft u dus deze SKU niet nodig, omdat u dan gebruik maakt van de gratis omgeving. U heeft alleen een hardware device nodig en indien gewenst aanvullende support. En volgens mij waren dat de vragen die binnen zijn gekomen. Dan wil ik u allemaal hartelijk danken voor uw aandacht en uw tijd. Mocht u verder nog vragen hebben of een kitlist willen ontvangen met de juiste offerte, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. En we zijn zowel in België bereikbaar als in Nederland. En u kunt mij ook bereiken op presales@kappadata.nl. Dank u wel.